In Excel kun je op verschillende manieren selecteren. Maar als je van een bepaald gegeven de opmaak bijvoorbeeld wilt veranderen, kun je geavanceerd selecteren gebruiken. Dat doe je via zoeken. Hoe dat werkt zie je in deze how-to. Ik heb een Excel werkblad geopend in Excel 2019, maar het werkt ook in andere versies. Dit is een rooster voor vakkenvullers. De tijdblokken moeten beter opvallen. Dit kun je doen door via zoeken en selecteren te kiezen voor Zoeken. Je vult in waarnaar je zoekt, bijvoorbeeld 8 tot 12. Dit moet uiteraard wel precies zo zijn ingevuld. Je klikt op Alles zoeken. Onderaan vind je de cellen waarin dit tijdblok voorkomt. Je kunt deze hier selecteren met Ctrl plus A. Je ziet dat de cellen in het rooster worden geselecteerd. Als je nu het zoekvenster sluit, kun je de opmaak voor de betreffende cellen aangeven. Je kunt bijvoorbeeld een bepaalde achtergrondkleur voor elke cel opgeven. Eventueel kun je nog meer opmaak aangeven. Zodra je ergens anders klikt, is de selectie opgeheven. Dus via zoeken en selecteren kies je zoeken. Je vult in waarnaar je zoekt. Je klikt op alles zoeken. Selecteert onderaan de cellen met ctrl plus A en sluit het venster. Vervolgens kun je weer de gewenste opmaak aangeven. Zeker in een groot werkblad is dit een handige optie. Tot zover deze how-to over geavanceerd selecteren in Excel.